Erik, wat is er aan de hand? We hebben een plan zien komen, een plan voor onze toekomst, een strategisch plan, waar we niet mee eens zijn. Er is nooit overlegd over dat plan. Het plan houdt ontslagen in, dat plan houdt in dat er een radiozender wordt afgeschaft, dat plan houdt in dat de krant en alle journalistieke bezigheden, dat die worden gedownsized, dat we meer een reclamebureau moeten worden dan een journalistiek product. Daar zijn we helemaal niet mee akkoord en daar zijn we tegen in het verweer gegaan. En ons verweer heeft tot nu toe al succes opgeleverd, maar we zijn er nog niet. En hoe gaat de syndicale delegatie nu voortwerken? Wij gaan ons niet laten doen. We hebben ons niet laten doen. We hebben al successen geboekt. Die weg gaan we voort. We gaan luisteren naar het personeel. We gaan praten met de Raad van Bestuur. En het zal zijn voor een journalistiek project. Het zal zijn voor een radiozender. En we gaan ons klaarmaken voor de toekomst. Dat is wat wij willen. Dat is wat iedereen wil. De Raad van Bestuur ook. Maar het zal zijn met onze eisen die ook op tafel liggen.